Ja, er is een hele interactie, misschien valt dat op, is gezien. Wat jij zei, wat hij zei, is allemaal geregistreerd. Moeiteloos. Net als dit geluid, moeiteloos, wordt gehoord. Je hoeft niet. Yes? Dit hele toneelstuk, wat we satsang noemen, wordt gezien. Daar opmerkzaam op zijn is eigenlijk satsang, niet de praatjes. Dus je bewustzijn van bewustzijn is satsang. Niet per se het erover lezen of praten of de bijeenkomst. Dus je kunt steeds vaker in satsang zijn door je aandacht daaraan te schenken. En op een gegeven moment ben je permanent in satsang en dan heet het realisatie. Zolang je ermee bezig bent, in de Indiase termen, ben je sadhana aan het doen, spiritual practice, namelijk je aandacht schenken aan bewustzijn. En als het ongeneeslijk is, ja, dan is het klaar. Dan is het geen practice meer, maar gewoon zijn. In essentie gaat het erover, het schenken van je aandacht aan bewustzijn, dat is satsang. Ja. En verder moet je alles doen waarvan jij de overtuiging hebt dat het je helpt. Maar dit is het belangrijkste. Het is heel grappig, tenminste ik vond het heel grappig om op een gegeven moment dus door te hebben dat alles wat ik dacht te denken, dat gezien werd. Ook de gedachte, goh, dat wordt gezien. Oh, kut, die ook. Alles. En dat was niet iets wat ik deed, maar wat er gewoon was. Nog weer later kreeg ik door dat dat wel eens het meest essentiële zou kunnen zijn van mij. En niet die persoonlijkheidstrekjes en afmetingen en het toevallige taalgebiedje waar die in was geboren enzovoort. Omdat dat het enige was wat ik kon ontdekken wat er de hele tijd was. Gedragingen en neigingen die kwamen en gingen, die zijn allemaal veranderlijk, maar dat verandert niet. Ik heb wat meer adem nodig. Wat ik meen te zien is dat het systeem wordt vrij stil en er is iets in die mind wat dan... Die wil iets, right? Ja, dat zijn uitstapjes. Ja, yes, ja. Yeah. En dat is geen verwijt, maar als we dus opletten, of bewust worden, dan zien we hoe gigantisch die neiging is van die mind om ergens heen te gaan. En dat is altijd er vandaan. Het is heel bizar. En dan kun je ontdekken, als je gewoon bij die... Maar dat gewaarzijn blijft als het ware, dat die bewegingen van die mind, dat is gewoon een machientje. Dat is getraind om de hele tijd iedere vlieg na te jagen, zou ik maar zeggen. Terwijl jij alleen maar bent. Dan kan die ontkoppeling plaatsvinden. Dan doet die mind nog steeds wat die doet, maar dan ben jij het niet meer. Is dit nog te volgen? Rare praat. Ja, de mind is ook bezig met, wie ben jij dan? Dat is een beetje de vraag die we... Ja. Wat was je dit vroeger? Herken ik dit? Dat zijn die uitstapjes. Yes. En nou, die activity die je nu beschrijft, wordt dus gezien. Die mind gaat nooit weten wat je bent. Want het is geen denkcategorie.
Dus, dus een van de grappige dingen, als de herkenning er is van wat je wezenlijk bent, valt die mind stil. Je hebt zoiets van... Je kan er helemaal niks mee. Want de mind, die kent alleen objecten. Dus die zoekt naar een object. Maar wie of wat ben ik dan voor ding of iemand? Er is geen wie of wat. Daar kan die niks mee. Het is dit of dat. Niet, hè? Kom op. Nee. Onpersoonlijk. Onduidbaar. En tegelijkertijd onomstotelijk en onveranderlijk. As we hide behind a smile.